Zeker. Daar is hij weer. Het is een poos geleden dat ik heb gevlogd. Maar om eerlijk te zijn was ik het gewoon vergeten. Ik was mijn kerst heel druk geweest. En ik heb promotie gemaakt op het werk. Vandaar ook de kraag boven de blouse. Ik ben tegenwoordig geen agent. Call center agent. Maar een senior agent. Senior agent. Dus dan doe je in plaats van zelf bellen, doe de mensen aansturen die bellen. Even oranje maken. Dus dat is super vet, maar ja. In vloggen zat er echt niet in. Maar ik kreeg laatst een berichtje van hey, frikandel. We zitten met die vlogs van jou. Dus Paul, Sander, bij deze. Weer een nieuwe vlog. Ik ben nu lekker in de tuin bezig. De eerste dag van het jaar. Ja, ja. Ah, oh, lekker man, dat zonnetje. Ook mee bij van. Ik ben nog een beetje aan het bijtanken, moet ik zeggen, van carnaval. Want ik ben 5 dagen geweest carnavallen. En nu moet ik zeggen, ik heb het redelijk beschaafd gedaan. Ik zeg maar, niet elke dag over de kop gevlogen. Ook helemaal geen zin meer, ook helemaal geen zin in, moet ik zeggen. Maar het was echt super vet. Ik drank de bende. Nou, de kiel nog. Die heb ik trouwens zelf gebouwd. Niet de jas natuurlijk, maar alle dingen erop gestikt. En ja, dus ik ben nog een beetje lampjes. Maar ja, wel lekker. De vlog vandaag gaat Het gaat over iets bijzonders wat ik heb gezien in de tuin. Want dat betekent goed nieuws voor ons allen. Ik zal het eens even laten zien. Kijk, het ziet er allemaal goed uit. Kijk. Ja, bitjes. Voor iedereen die niet weet waar dat is bloesem wat eraan zit te komen. Nou, nu zal het echt niet morgen uit die boom springen, maar dat het komt is al fucking relaxed. Kijk, oh mooi. Dus volgens mij is het helemaal niet de bedoeling dat het in februari al komt, maar je hoort mij niet klagen. Het is kut van de zeespiegel, maar wel lekker warm. Nee, dat is niet waar natuurlijk, maar nou ja, laten we het positieve erin zien. Maar dat dus. En voor de rest, ja, heb ik vandaag even lekker de tuin op orde gebracht. Niet heel veel bijzonders. Kijk, even alle bedjes weer een beetje omgespit. Niet heel veel moeite gedaan, want ik ben nog een beetje lam. Maar ja, in ieder geval weer ready to go. Want als het dadelijk echt goed weer wordt, dat ik mee alles in de grond ga bouwen. Ik moest die kas ook, of de tent moest ik ook fixen. Want die was met de sneeuw, was die was helemaal kapot gegaan. Want die sneeuw die bleef dus op dat net hangen. Ik dacht dat het er gewoon erin zou vallen, maar dat deed dus niet. Dus daardoor is heel dat ding zo in elkaar gezakt. De palen naar binnen geschoten, dus dat heb ik vanmiddag even teruggezet. En nu staat hij er weer mooi bij. Ik moet alleen nog de gaten in de netten gaan fixen. Of iedereen denkt, waar is die herrie op de achtergrond? Dat is spinvis. Lekker duistere shit. En voor de rest, ja, hier redden we wat prei en wat worteltjes. Daar kan me nog van afgelopen keer erin gezet, afgelopen zomer. Aardbeien. Ja, dit is allemaal schoon. Heel end, vind ik. Hier de kruidenbrigade. Hier nog meer kruiden. Naast de befaamde vijver. Zeg even hallo tegen de vijver, jongens. Hallo. Ik moet het laten zien. Ja. In mijn verweer, ik ben nog niet aan dit stukje tuin toegekomen. Want ik dacht dictering ermee. Ik ga even relaxen. Laat ik even douchen. En dan weer een beetje muziekjes maken. Want ik ben bezig met een nieuwe plaat. Voor iedereen die het wil weten. Vreugde nog niet al te veel op de nieuwe plaat. Of ja, nee, vreugde wat je wil trouwens. Maar het gaat nog wel even duren, dat weet je dat. Maar ik ben er in ieder geval mee bezig. Dus, want ik heb al aardig wat liedjes. Is sowieso veel te veel, maar ik zit nu een beetje te puzzelen van oké, ik wil wel een beetje een samenhangend geheel.
Ik wil niet een te vlak album. Dus ik wil wel dat er verschil en dynamiek in de liedjes zit. Gewoon qua luisterbeleving. En ik wil ook wat nieuwe dingen gaan experimenteren. Maar daar zit ik een beetje tegenaan te hakken. Van oké, je wil wat nieuws, maar wat wil je dan? En hoe gaan we dat doen? En ik ben nogal een denker, dus soms moet ik gewoon doen en dan gebeurt het. Maar ik ben, zeker naarmate ik ouder word, ben ik toch meer van dingen plannen. Omdat dat beter werkt, of zo. Ja, ik weet niet, dat is gewoon zo tegenwoordig. Het zal ook wel een beetje te maken hebben met mijn werk, want het is nou niet zo dat ik daar kan gaan lopen vlieren fluiten. Want als ik een seconde niet op zit te letten op de vloer, of in ieder geval als ik een seconde niet op zit te letten op de vloer, dan mis ik meteen dingen. Maar zeker in die nieuwe functie nou. Maar bij deze, het vlogseizoen is weer geopend. Ik heb mezelf voorgenomen om er nu iets actiever mee bezig te zijn. Of nou, actiever, of niet 2 maanden wachten op een nieuwe vlog. Maar vergeef me, ik had het heel druk. En ik had gewoon andere dingen aan mijn kop. Voor iedereen, nog een gelukkig nieuwjaar. En de beste wensen. En ik zie jullie op de volgende vlog. Mochten er vragen zijn of opmerkingen, dan kun je die per e-mail sturen naar info@gielvogaal.nl. Je kunt ook mijn Facebookpagina gebruiken of op mijn YouTube-account wat knallen. Voor nu, dit was het. Giel out. Pop.